Jezus, kerel. Ik heb maar een uurtje geslapen vannacht. Ik lag te sidderen in mijn bed. Een wilde politieachtervolging in Aalsmeer is daar vandaag het gesprek van de dag. Een man die zijn 7-jarige zoontje had ontvoerd, werd gisteravond na een klopjacht aangehouden in een woonwijk. Nou, het is wel heel wat, want je ziet het meestal op tv zoiets en nou is het in je eigen wijk. En ja, daar schrik je toch wel van. Ik heb er een slechte nacht van gehad, zeg maar. Ik kon niet slapen. Ik heb zo gehuild, ik was zo bang alleen. Ik ben alleen. De moeder belde 's middags de politie en vertelde dat haar zoon, onder bedreiging van een wapen, was meegenomen door de vader. Rond 10 uur zagen agenten de man rijden. Toen hij de politie zag, reed hij er met hoge snelheid vandoor. Nadat hij tot stilstand kwam tegen een hek, ging hij te voet verder en zette de politie een zoektocht op. Bij die humble was een waarschuwingsschot. En toen rende hij door naar zeg maar die flats. En op een gegeven moment kwam hij dus hier aanlopen met een politieagent met een hond, de vlak achteraan. Daar gaf ik mijn brommer aan een politieagent, want ik kon het niet meer bijhouden. Die politie met die hond die zegt stoppen, stoppen. En, nou ja, hij liep door en nou, toen zei hij pak. En die hond die pakte hem in zijn poot. En ja, toen hebben ze hem hier op de grond gelegd. Het zoontje bleef ondertussen ongedeerd in de auto achter. Agenten hebben zich over hem ontfermd. Volgens de politie heeft de vader geen vaste woon- en verblijfplaats.